Dit is de gymzaal waar vanaf woensdagavond 25 vluchtelingen opgevangen zullen worden. Vanmiddag werd op de buitenkant van het pand leuzen ontdekt. Nou, ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind dat zieke geesten. Ik zou niet willen zeggen dat het uit de buurt komt. Dat kan overal vandaan komen. Want vanuit de buurt is mij bekend dat men er best positief tegenover staat. Ook met name de scholen en dergelijke. Dus dit is absoluut niet representatief voor de doorsnee inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht. De burgemeester kent de meningen van de voor- en tegenstanders. Maar hij benadrukt dat het echt een kleine opvang is. Kleinschalige opvang, en daar ben ik in die zin blij mee dat het COA nu voor het eerst principieel kiest om voor kleinschalige opvang verspreid over meerdere gemeenten. Ook in deze school in Alblasserdam komen vluchtelingen. De mensen hebben een lange reis achter de rug, ze moeten goed opgevangen worden. En we zijn mens voor mens. Dat moeten we zijn. Een andere bewoner wil niet op beeld haar verhaal doen, maar zegt buiten de camera om wel ernstige zorgen te hebben. Nou ja, ze zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. Ja, het leuke daarvan is, die mensen hebben niks te doen de hele dag. Dus waar gaan ze dan de hele dag staan? Ja, ze gaan op het winkelcentrum staan hangen, ze komen hiervoor waarschijnlijk. Geen punt, maar onze kinderen spelen hier ook. Ook hier benadrukt de gemeente dat er maatregelen genomen zijn. Nou, de maatregelen bestaan eruit dat extra toezicht. De maatregelen bestaan eruit dat er permanente begeleiding is op deze groep van mensen. Ja. De mensen die overigens gewoon vooral behoefte hebben aan rust. Vooral behoefte hebben aan stabiliteit, die voor een deel, en we moeten zien wie hier komt, maar voor een deel ook in Dordrecht bestaan uit de groep mensen die ziek is, die hulpbehoevend is. Nou, en dat betekent dat we vooral voor de wijk, maar ook voor de mensen die we hier opvangen, proberen zoveel mogelijk rust te creëren. En dat doen we door daarin extra toezicht, extra begeleiding hier op de plek beschikbaar te hebben.